Oud-commissaris van de Koningin in Brabant, Hanja Maiwegge, hoopt dat de formatie van een CDA-VVD-kabinet met gedoogsteun van de PVV mislukt. Maiwegge was minister van Verkeer en Waterstaat voor het CDA en lid van het Europarlement. Tot vorig jaar was ze commissaris van de Koningin in Brabant. En ze vindt dat de PVV bezig is om de Nederlandse samenleving te splijten, terwijl het CDA juist probeert te verbinden. En daarom hoopt ze dat de formatiebesprekingen mislukken.